Het uitzicht is flink veranderd bij de begraafplaats aan de Nijmeegse Daalse Weg. Waar de monumentale graven eerst gelegen waren achter een dichte rij coniferen, kun je nu vanaf de straat de begraafplaats bekijken. De coniferen zijn de afgelopen periode gekapt omdat ze dood waren gegaan en daardoor voor brandgevaar zorgden. Ook zijn er beuken op het terrein weggehaald. Die waren aangetast door reuzenzwam. Hierdoor nam de kans toe dat de bomen bij een storm om zouden kunnen waaien. Volgens de beheerder van de begraafplaats komen er weer nieuwe bomen en planten voor in de plaats. Maar het gaat natuurlijk nog lang duren voordat die weer enige omvang hebben.